Ik ben op het idee gekomen van Peacock in Concert, omdat ik, ja, ik maak eigenlijk vanaf het begin af aan al muziek uit wereldmuziek, klassieke muziek. Ik hou echt van echte instrumenten. En ja, via ben ik eerst bij de operazangeres gekomen, Adina. En via Kieran, een maat van me, die social media doet. Hij zegt, ja, ik heb wel een zangeres, is dat niet gaaf om samen te werken? En eerst had ik zoiets van, ja, lastig, dat wil ze toch wel niet, weet je, al die bizarre, harde muziek, nou, het zal wel niks worden. En toen heb ik dat even laten rusten en een half jaar later dacht ik van, misschien ga ik toch maar even in op, op dat voorstel. Toen zei ik van, nou, breng me maar in contact met Adina. Dus ik kwam Adina, heb ik kennis met haar gemaakt en ze hebben mijn muziek gehoord. Ze is een keer meegeweest naar een BKN, Beter Community Feest. En toen zei ze, nou, ik vind het eigenlijk wel gaaf, laten we gewoon wat gaan doen. Toen dacht ik, ja, oké. Toen kwam Unlocked met een vraag of ik iets speciaals kon doen voor hun Unlocked uur, zeg maar. Dat de klok een uur achteruit gaat. En ik dacht, nou ja, ik heb nu Adina. Als ik nog een violiste erbij haal, want in heel veel tracks van mij zit viool, dan heb ik mooi een duo naast me, weet je wel. Dus zodoende is dat ontstaan. En toen ben ik met B2S, het Unlocked feest, was een soort try-out voor wat nu Peacock in Concert eigenlijk is geworden. Create the world of the dream. Nou, ik ben heel erg van de emotie. Het moet keihard zijn, maar het moet ook gewoon gevoelig zijn. Ik probeer een soort altijd een verhaal te bouwen in mijn sets, vooral met Peacock in Concert. Een soort emotionele golf van blij naar verdrietig, naar machtig. Dus eigenlijk emotie te brengen naar de mensen toe. Klassiek en wereldmuziek, moet ik zeggen, dat is gewoon iets wat ik van kinds af aan eigenlijk mee heb gekregen. En daar voel ik iets voor, maar ook voor keiharde muziek. Dus daarom is dat samengekomen. En ik wilde eigenlijk altijd al zoiets doen, maar ik wist nooit hoe. En ik had er nooit echt een beeld bij, maar ik wist dat ik hier naartoe wilde, wat ik nu aan het doen ben. En Peacock in Concert is voor mij echt de kerst op de taart. Peacock in Concert staat voor mij voor gewoon machtig emotie overbrengen en een nieuwe level brengen aan een bestaand concept. Wat dan in het jasje Friendscore zit. Ik ben niet zo van de hokjes, maar gewoon om hard, maar met emotie. Ik hou gewoon van echte instrumenten en van bepaalde culturen die heel anders luisteren naar muziek en heel andere muziekstromingen hebben. En dat samen te brengen met in de Nederlandse versie van Friendscore eigenlijk, dat vind ik fantastisch. Dan heb ik gewoon twee van mijn favoriete stijlen in één. En om dat live te doen met echte muzikanten, was een droom voor mij. Ja, hoe ik tot de samenstelling ben gekomen van mijn huidige Peacock in Concert muzikanten, ja, dat is eigenlijk allemaal ontstaan. Ik begon met Adina, de operazangeres, en Camilla was toen de violiste. Ja, en toen kwam eigenlijk Sefa erbij, de pianist, op Defcon 2017. Kwam hij erbij en om te kijken hoe dat ging. Ja, dat was fantastisch. Dus dat voegde gewoon. En ja, omdat Sefa natuurlijk ook in de Friendscore zit, was het makkelijker communiceren en hij kon makkelijker de stukken schrijven, de notenschriften maken. Dat is echt niet mijn sterke kant. Dus ik kon Sefa mooi zijn rol in vervullen. En toen was dat eigenlijk het team. En we hebben ook met dat team op Toxicator gestaan. En ik vergeet de belangrijkste trouwens, Sietse. Sietse, de MC, die is de verhalen vertellen eigenlijk van Peacock in Concert. Dus die vertelt, die snapt mijn verhaal als geen ander. En die maakt, Sietse maakt de Mouth of Madness. Die maakt zeg maar een verhaal in mijn verhaal. Dus hij praat de muziekstuk aan elkaar. En hij weet precies hoe ik de tracks bedoel. En dat is fantastisch. Dus Sietse is de verhalen vertellen. Via Maaike, mijn vriendin, die kwam met Jochem. En Jochem is de gitarist. Die is nu voor het eerst op Defcon erbij geweest. En dat was gelijk top. Hij snapt het en hij voelt die muziek ook. En die blijft er sowieso bij. En Mechtold, de harpiste. Ja, Mechtold
ken ik via Rick Beers. En Rick Beers is weer mijn merchandise drukker en een van mijn beste maten. Ja, en dat is eigenlijk nu het team geworden. En ik ben eigenlijk van plan om dat elk jaar iets te veranderen of uit te breiden of eentje weg, eentje erbij. Mijn hoogtepunt van Peacock in Concert was absoluut DEFCON 2018. Op de mainstage, dat was echt iets, ja, next levels gewoon. Dus dat gevoel van die mensen, dat was echt, ja, zo'n massa en zoveel emotie wat ik zag in het publiek en precies zoals ik het bedoel. Dat was voor mij echt het hoogtepunt überhaupt van mijn hele Peacock carrière. Ja, Peacock in Concert is zo goed als uitverkocht. Dus wat ik tegen bezoekers wil zeggen, als je dit niet wil missen, het is echt iets unieks en eenmaligs om zo in zo'n poppodium eigenlijk mijn ding te doen. Het is iets heel anders, het heeft iets magisch omdat het juist wat closer is en het is echt een theaterachtig idee wordt het. Dus het is intiemer, heel anders dan zo'n festival. En dat is ook een beetje hoe ik mijn muziek bedoel. Dus wat mensen kunnen verwachten van Peacock in Concert is naast de shows die ik ga doen, dat er ook een verhaal komt in de artiesten die eromheen draaien. Ik heb echt, naar mijn mening, de crème de la crème van de hardcore, eigenlijk de Frenchcore scene, daar staan. Het wordt gewoon, ja, keihard knallen, show. Ik wil echt een wow effect creëren, dus ik hoop dat gaat gewoon gebeuren. Ja. BKJN Events. Harder than the rest.